Dit is het verhaal van een succesvolle, eerlijke en hardwerkende man die voorzitter werd van een amateurvoetbalclub. Tenminste, zo leek het. Dankzij zijn financiële middelen promoveerde de club en boekte succes na succes. Maar toen werd hij plotseling van het leven beroofd en werd duidelijk dat hij niet de zakenman was die hij zei dat hij was. Het bleek dat hij een van Nederlands grootste heroïnesmokkelaars was. En de verdachte van de aanslag op zijn leven? Zijn voormalige aanvoerder van het team werd zijn rivaal in de drugsmokkel. Dit is het verhaal van Nedim Imaç. Nedim Imaç werd in 1966 in Den Haag geboren uit Turkse ouders die voor hun werk naar Nederland verhuisden. Ze werkte in de Indola-fabriek, een fabriek die kappersbenodigdheden produceerde. Door de lange werkdagen van zijn ouders konden ze niet goed op hun zoon passen. Er was ook geen oppas beschikbaar en dus kwam Nedim terecht bij de vrouw van de baas van zijn ouders. Zij zorgde voor hem en gaf hem de typisch Nederlandse opvoeding. Toen hij ouder werd, zei hij dat hij meer liefde van haar had gekregen dan van zijn eigen ouders. Aan het begin van zijn twintiger jaren groeide Nedim uit tot een succesvol textielondernemer. Dit maakte hem erg rijk. Althans, dat is wat de mensen dachten. In 1990 hoorde Nedim via enkele van zijn werknemers over een kleine voetbalclub in de buurt van Amsterdam. Het was zo klein dat ze niet eens lichtmasten rond het veld hadden. Het was niet meer dan een veld, een kantine en een kleedkamer. Maar ze maakten er het beste van en hadden plezier met elkaar. Nedim besloot een van hun trainingen te bezoeken en werd meteen enthousiast. Deze opwinding zorgde ervoor dat hij diezelfde dag nog een grote beslissing nam. Hij besloot de club financieel te helpen, in de hoop de club naar een hoger niveau te tillen. Binnen korte tijd werd hij voorzitter van de club en er volgden alleen maar gloriejaren. Het eerste wat hij deed was de naam van de club veranderen. In plaats van ACS, de naam die alom werd geassocieerd met een moskee, wilde hij iets anders. Hij koos voor de naam Türkiyespor. Met de bijnaam van de kleine dictator regeerde Nedim met ijzeren vuist over zijn club. Binnen 8 jaar groeide de club van het laagste amateurniveau naar het hoogste amateurniveau in de Nederlandse competitie. Niemand besefte dat deze groei allemaal te danken was aan Nedim's eigen geld en niet aan de magere winst die de club zelf maakte. Hij betaalde de best mogelijke spelers en coaches allemaal uit eigen zak. Het leidde tot argwaan bij sommigen. Maar als iemand begon over drugsgeld of het witwassen van geld, wees Nedim gewoon naar zijn succesvolle textielbedrijf. En dan was het gesprek afgelopen. De mensen die argwanend waren, leken iets op het spoor te zijn. Langzaam maar zeker kwamen er meer bekende criminelen uit Amsterdam naar de club. Eén daarvan was Senol Tuna. Hij was een breekijzer voor Willem Holleder. Senol heeft zelfs een keer zijn vuurwapen op het hoofd van een speler gezet nadat ze een verhitte discussie hadden gekregen. Andere criminelen die langskwamen waren mannen als Attila Ö en Dino Soerel. Een ander interessant persoon die vaak op de club te vinden was, is een man met de naam Ali Akkun. Ali was een erg goede voetballer die het bijna tot prof had geschopt, maar hij miste net dat stukje professionaliteit om echt succesvol te worden. Maar dat maakte niets uit voor Türkiyespor. Voor deze club werd hij hun aanvoerder en meest waardevolle speler. En omdat hij zo'n vaardige speler was, kregen hij en Nedim heel snel een band. Hun band groeide uit tot een solide en vertrouwde relatie en ging verder dan voetbalvoorzitter en speler. Zoals sommigen zeiden, velen zagen hen als broers of zelfs als vader en zoon. In 1999, nadat de club was gepromoveerd naar het op 1 na hoogste niveau in de amateursvoetbalcompetitie, maakten ze de kampioensfoto waarop je Nedim en Ali in het midden kunt zien. Het duo leek niet te stoppen. Niemand had gedacht, toen Nedim de club kocht, dat ze zo ver zouden komen. En dat maakte het des te interessanter waarom Ali plotseling stopte aan het begin van de jaren 2000. Hier begonnen verschillende geruchten de ronde te doen. De reden die werd gegeven voor zijn vertrek was dat hij aan het begin van het seizoen te zwaar en niet fit was, waardoor hij fysiek gewoon niet wedstrijdklaar was. Maar dat was helemaal niet het geval. Er werd gesuggereerd dat Ali al een paar jaar geleden de criminaliteit in was gegaan. Zijn vertrek was niet vanwege zijn gewicht. Nee, Ali en Nedim hadden ruzie gekregen over drugs. Er deden 2 sterke geruchten de ronde. De ene was dat Ali zijn eigen smokkelroute had opgezet en een directe concurrent werd van zijn zogenaamde broer Nedim. Het tweede gerucht was dat Ali verantwoordelijk was voor een vermiste lading coke, waar Nedim ook bij betrokken was. Welke van de 2 geruchten het ook was, het resulteerde in een conflict tussen Nedim en Ali. De 2 konden elkaars bloed wel drinken. Deze situatie legde ook de andere kant van Nedim bloot. Velen die dachten dat Nedim een succesvolle ondernemer was, hadden wel een beetje gelijk. Hij was inderdaad succesvol in het verdienen van zijn eigen geld. Wat de meesten echter niet wisten, was dat hij in feite een van de bazen was van de Turkse heroïnemafia.
Hij was daar heel erg succesvol in. En met deze business vergaarde hij zijn rijkdom in de loop van der tijd. De club was gewoon een speeltje voor hem. In januari 2006 begonnen de problemen. Relatief uit het niets besloot Nedim terug te treden als voorzitter van de club. Waarom? Hij zei dat hij voor zijn zieke moeder moest zorgen. Kort na zijn aftreden werd de club echter geconfronteerd met een fikse belastingschuld van 1,3 miljoen euro die betaald moest worden. De politie hield hem al een tijdje in de gaten en deed uitgebreid onderzoek naar zijn financiën en ontdekte dat hiermee was geknoeid. Wat er daarna zou gebeuren in 2007 was zeer onverwacht en riep veel vragen op. In de Amsterdamse wijk Osdorp is zaterdagavond bij een brutale aanslag Nedim İmak doodgeschoten. İmak is oud-voorzitter van de voetbalclub FC Türkiyespor. Op 17 februari 2007 ging Nedim uit eten bij een Turks restaurant in Amsterdam om de verjaardag van zijn zoon te vieren. Toen hij het restaurant wilde binnengaan, vuurden twee of drie mensen in een wit Mercedes-busje meerdere schoten af in Nedims richting. Hij werd meerdere keren geraakt en het busje ging er vandoor. Nedim liet ter plekke het leven. Na de aanslag noemde de Nederlandse politie Nedim een van de grotere spelers in de Turkse heroïnemafia en verklaarde dat de aanslag daar zeker mee te maken had. Mensen begonnen meteen te praten. Was dat waar? En nog belangrijker, was Ali erbij betrokken? De teamfoto van de twee naast elkaar hing nog steeds in de kantine van de voetbalclub. Om het nog interessanter te maken, meldde een Nederlandse misdaadwebsite, genaamd Crimesite, dat Nedim een criminele infiltrant was. Volgens deze website mocht hij zijn drugsmokkel runnen in ruil voor informatie over belangrijke spelers in de heroïnehandel. Als dit waar was, heeft iemand dan ontdekt dat hij samenwerkte met de politie? Interessant genoeg, en ondanks hun eens zo sterke band, woonde Ali Nedim's begrafenis in Istanbul niet bij. Er wordt gezegd dat hij familieleden betaalde om een deel van de kosten van de begrafenis te dekken. Het zet je wel aan het denken. Woonde hij de begrafenis niet bij omdat hij de opdracht gaf voor de aanslag? Of wilde hij een statement maken door de begrafenis te betalen? Of was hij er echt niet bij betrokken en kon hij gewoon de begrafenis niet bijwonen? En vond hij het financieel ondersteunen slechts het minste wat hij kon doen? Slechts 2 maanden na dat incident werd Ali gearresteerd op verdenking van het coördineren van verschillende succesvolle aanslagen en pogingen tot aanslagen in de onderwereld. Mensen begonnen te geloven dat hij Nedim ook had uitgeschakeld. Vooral nadat de Nederlandse hitter, die kroongetuige was geworden, Fred Ross, zei dat hij van Ali de opdracht had gekregen om Nedim uit te schakelen, maar het uiteindelijk niet had gedaan. Hij gaf me de opdracht om Nedim uit de weg te ruimen voor 80.000 euro. Ik heb het geld van Ali aangenomen, had hij tijdens een verhoor gezegd. Ondanks deze verklaring van Fred moet gezegd worden dat Ali later van bijna alles werd vrijgesproken en nooit vervolgd is voor de aanslag op Nedim. 16 jaar na zijn overlijden is er nog steeds niemand gearresteerd voor de aanslag op Nedim. De zaak blijft onopgelost en wordt niet meer actief onderzocht, waardoor het een cold case wordt, zoals ze dat noemen. Ali Akun werd zelf van het leven beroofd op 24 december 2014, dus hij zal ook niet meer in staat zijn om zijn waarheid te vertellen.